Iemand die meer dan 20 uur sport, of meer dan 25, of misschien wel meer dan 10 in een week, die zit misschien tegen die obsessie aan. Dat dacht ik in het begin, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over passie om gezond te blijven sporten. In gesprek met sportpsychologieonderzoeker Lieke Schiphoff-Godaar. Sporten is gezond. Het daagt je uit tot verbeteren. En wie weet win je zelfs een prijs of loop je een nieuw PR. Maar je moet er wel voor investeren. In materiaal, training, voeding en allerlei andere zaken die je vooruit kunnen helpen. Waar komt de passie om te sporten eigenlijk vandaan? Kun je het leren? Maar kun je er ook in doorslaan? We vragen het onze special guest van vandaag, Lieke Schiphoff-Godaar. Voordat we beginnen, nog even 3 dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Goed, hey. Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Welkom, nieuwe aflevering. Ja. We naderen het einde van het jaar, maar we gaan er toch nog even een gast tussendoor. Veel gasten de laatste tijd, hè? Eens in de 4 afleveringen nou, of zo. Nou, nu eens in de 2 zitten we bijna. Maar dat maakt niet uit, want dit is ook wel weer een leuke over een onderwerp. Op een gegeven moment ben ik uitgekletst, denk ik. Dan ja, moet dat er gewoon een gast komen. Met de pauze komt eraan. We hebben straks een kleine winterstop. Fijn. Vandaag in gesprek met Lieke Schiphoff-Godaar, een onderzoeker naar de sportpsychologie. Ja. Fascinerend onderwerp. Mede naar aanleiding van een vraag van een van onze luisteraars en onderzoek wat we vandaag gequote hebben. Mm-hmm. Voordat we zo met haar gaan bellen, even duiden. Wie is zij? Ik kom natuurlijk ook helemaal niet uit die sportpsychologie hoek. Maar sinds ik schrijf voor Sportgericht, het blad voor coaches, trainers en beweegprofessionals. Ja, dat is een vrij breed publiek natuurlijk die dat leest. En ook de onderwerpen zijn vrij breed van fysiologie, waar ik me meer op richt. Tot aan psychologie. Ja. En nou, de stukken daarvan is Lieke is ook ja, iemand die regelmatig een stuk daar inschrijft. Onder andere over muziek. De aflevering hebben we reeds gemaakt. De rol van muziek, of het kan helpen, juist niet, wanneer wel en hoe dat werkt. Ja, toen hebben we al eigenlijk stiekem heb ik gewoon haar stuk een beetje copy-paste in mijn hoofd. En dat had Lieke ook kunnen, misschien beter kunnen doen. Ja. Nou, aan de aanleiding van de vraag waar we straks op komen, dacht ik, ja, nu moet ik echt, dit moeten we het gewoon aan haar eens vragen, haar spreken. Ja, zij is gepromoveerd op sportverslaving, ja. Op perfectionisme ja. Onder andere, passie voor sport. Passie, perfectionisme en sportverslaving. Dus, ja, en dat beetje, daar raakten we ook al even aan in de aflevering over alcohol. Ja. Waarin je al vertelde dat er onderzoek is dat mensen die, dat het wel eens een karaktertrek kan zijn, dat dezelfde mensen die uitbundig zijn in het nachtleven, ja. Als die omslaan, ook uitbundig worden in het sporten. Nou ja, en los daarvan, het verslavingsgevoeligheid van sporten is natuurlijk ook behoorlijk hot, hè? Ja. Als je kijkt natuurlijk naar die ex-voetballers die behoorlijk wat geld stoppen in je het gokken van de wedstrijden. Gokschandalen, ja. Dat zou dan ook wel in het karakter kunnen zitten eigenlijk. Ergens ook wel, ja. Dus ja, en je kent het ook van jezelf en van je omgeving met name. Hè. Kijk, als ik binnen mijn gezin gewoon vinden zij mij sportverslaafd, denk ik. Oké. Okay. Of in ieder geval, ja, zeer passievol en soms met het inderdaad van moet dit nou richting verslaving. En dat is gewoon simpel. Als ik 3 dagen, 4 dagen niks heb gedaan, dan word ik een beetje onrustig, een beetje chagrijnig. En dat merken zij, dat vertel ik dan ook. En dan ga ik soms, dan moet er gesport worden.
ook als het slecht weer is misschien of zo. Hè? Ja. Dus, ja. Maar als ik ben, maar dan zeg ik altijd, ja hallo, dit is hartstikke gezond verder. Want als ik binnen de UHTT bakkie groep wel eens kijk, of wat van mensen van onze club zie, dan denk ik, ja, wat ik doe is echt nog peanuts, zeg maar. Ja, dus jij meet jouzelf relatief aan de omgeving. Ja, dan denk ik, nou ja, en daarmee, ja, dat zeg ik dan ook dus, het valt wel reuze mee. Dus op die manier probeer je voor jezelf, ja, een beetje te relativeren natuurlijk. Ja. Maar ergens ben ik ook benieuwd, ja, hoe belangrijk is die hele sport eigenlijk voor mij? En je merkt met name als je geblesseerd raakt of een tijdje niet kan sporten. Nou, dan, ja, dan gaat er toch wel iets in dat koppie veranderen, waardoor je toch denkt van, hey, kan ik eigenlijk wel zonder sport? En waar haal ik überhaupt die hele passie vandaan? Ja. Hoe zit dat bij jou eigenlijk? Ja, nou, ik herken dat wel een beetje. Ik herken me vooral in dat profiel van altijd alles heel erg diep doen. Hè? Vrienden van mij zeggen ook wel, het is bij mij altijd 0 of 1. Het is iets of helemaal niet. Dus daar gaan we zomaar eens even met Lieke induiken. Mooie haakje wat je hier wel even maakt. De druk van anderen samen sporten virtueel. Twee dingen om over te zeggen. Die vraag die we zo gaan voorleggen is van een vriend van de show. Zeker. Remco Renes, die zei ons tegen ons. Joh, weten we eigenlijk wat is het effect van dat soort applicaties als Strava. Waarin je dus de hele tijd ziet wat anderen doen. Ja. Ongeacht het antwoord van Lieke. Nou, ik zal het zo nog even toetsen. Heb ik bedacht. We gaan met vrienden van de show een Strava slimmer presteren groep maken, toch? Oh, dat lijkt me leuk. Dus als je nu zit te kijken of luisteren en je bent nog geen vriend van de show, surf naar vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Meld je aan, doneer, jaarlijks een kleine bijdrage, kop koffie in de maand ongeveer. Ja. En dan word je toegelaten tot onze slimmer presteren sportgroep op Strava. En dan zullen we eens kijken of die druk op kunnen doen. Hey, we gaan bijna bellen met Lieke nog even snel. Zij stuurde ons van tevoren een vragenlijst. Ja. Leuk, vind ik altijd leuk. Psychologie, vragenlijstjes hebben we allebei ingevuld. Voor de kijkers op YouTube heb ik die tabellen even over elkaar heen geplakt. We moesten allerlei stellingen invullen van helemaal oneens tot helemaal eens. Nou, veel te veel om allemaal doorheen te gaan. Maar wat ik even heb gedaan, is jouw antwoorden en mijn antwoorden over elkaar heen gelegd. Om even vast te zoeken, waar zijn wij nou echt verschillend? Op welke stellingen zit jij nou aan de oneens kant en ik aan de eens of andersom? Nou, kwamen een paar leuke uit. De nieuwe dingen die ik ontdek dankzij mijn sport helpen me om hem nog leuker te vinden. Zeg jij, moi, niet eens, oneens. Ik vol gas eens. Jij? Ja, ik weet niet welke. Ik denk welke leuke ontdekken. Ja, je bedoelt dit wat een wij keer nu ontdekken wedstrijd. Helpt jou niet aan je sportplezier? Ja, oké. Okay. Je bedoelt dat je eens een keer met een race meedoet van Renkum. Ja. Ja, zeker. Maar dat hoeft voor mij... Nee, precies. Nou, ik hoor het al. Moi, 4, 5. Mijn sport is het enige waar ik helemaal gek op ben. Daar zeg jij ook een 4'tje. Dat is dus de middenscore. Hè? Ja. Niet eens, niet oneens. Ik zeg helemaal oneens. Ik dacht meteen aan Haribo. Dat is bijvoorbeeld iets waar ik ook helemaal gek op ben. Dus oké. Okay. Gaan we het volgende week over hebben, toch? Gelatine. Ja, zeker. Ja. Heel mooi. Wat had ik nog meer? Als dat zou kunnen, zou ik alleen nog maar mijn sport doen. Daar zeg jij duidelijk oneens en ik heb hem een beetje eens. Ja. Dus ik denk, nou, ik denk 20 jaar geleden of zou ik ook ja zeggen. Ja. En vooral, maar nu tegenwoordig denk ik, nee, dat is... Nee? Nee. Ja, ik neig wel. Ik zou wel gewoon een leven willen met alleen maar sporten en podcasten over maken. Lijkt me heerlijk. Die combi. Ja, die combi. Ik heb het gevoel dat ik afhankelijk ben van mijn sport. Zit ik op een beetje oneens en jij op een beetje eens. Ja. Interessant. Je bent toch wel afhankelijk van sport, kwam je nou achter. Ja, wat ik net vertel van, ja, goed, dan kom je een beer van, je chagrijnig worden als je niet kan sporten en ik vind wel, ja. Ja, ik twijfel of dat zo is. Ik denk dat ik dan wel weer een andere uitlaat heb in het nachtleven of zo. Hey, en ik besteed veel tijd aan sport, dat vind ik van wel en jij nog van niet. Dat is dus ook maar weer net aan wie je dat meet. Ja. Precies, dus dan deze heb ik nu ingevuld met in mijn achterhoofd van... UHTT'ers. Ja, precies. Ja, de gemiddelde UHTT'ers. Triatleten. Ja. Dan hadden we nog een categorie over perfectionisme. Daar hadden we eigenlijk bijna allemaal wel hetzelfde. Behalve op de twee stellingen. Ik heb het gevoel dat mensen veel van mij vragen. Zeg jij, ik ben het een beetje eens. En ik ben het een beetje oneens. Ja. En nu ik dat nu weer denk, denk ik, volgens mij heb ik dat verkeerd ingevuld. Ik ben het daar ook wel mee eens eigenlijk. Ik heb ook altijd het gevoel dat ik moet presteren, dus dat is prima. En ja, hier staat hij, ik noemde het net al. Ik moet altijd 100% voor iets gaan als ik iets doe. Dan ben jij het niet eens, niet oneens. En ik heb daar gewoon een 7 ingevuld. Ja, jij bent dat is mijn karakter. Okay. Vol gas erin. Ja. Net als met deze podcast. En dan nog een derde categorie over het belang van sport in je leven. En daar zag ik wat meer verschillen.
Maar dat gaat, dat, ik vond het ook wel heftige vragen. Mijn leven is goed zoals het is. Ja. Daar vul ik in, daar ben ik het een beetje mee oneens. En jij bent er eigenlijk wel mee eens. Jij bent wel, jouw leven is goed zoals het is. Ja, ja. Maar dat vond ik ook, ja, nou ja. Dat beschrijft ook een beetje mij. Van ja, wel relativerend of zo. Ja, het is gewoon zo. Ja, ik bedoel, ik ga daar niet meer... Nee, nou, en ik projecteer dat dan op de afgelopen 2 jaar... waarin ik me helemaal ondersteboven heb gewerkt. En ik sta natuurlijk ook op het punt om volgend jaar mijn leven eens wat anders in te richten. Ik wil gewoon weer meer sporten en meer tijd voor andere dingen. Ja, maar het straalt een beetje een ontevredenheid uit of zo. En dat wil ik ergens... Nou ja, meer aanleiding. Moet ik me zorgen maken over je geest? Nee, wat ik zeg. Ik wil meer podcasten, meer sporten. Okay. En daar ga ik ook werk van maken. Hey, en die andere vind ik ook mooi. Daar verschillen wij echt. Daar hebben we echt oneens en eens. Ik train wel eens als ik een blessure heb. Daar heb ik ingevuld dat ik dat niet doe. Ja, ik alleen maar, hè, denk ik. Ja? Je bent permanent geblesseerd. Nou ja, pijntjes heb ik wel, ja. Klopt. En dan ga je gewoon doorheen. Ja. En ja, dan ga ik, die neem ik dan mee. En dan kijk ik wel, wordt het erger daardoor, ja of nee? Hmm. Dus kijk, als het echt niet gaat, dan gaat het niet. Nee. Maar dan ga ik misschien wel andere dingetjes doen. Dan ga ik wel iets met mijn oefeningen thuis doen die jij nooit doet. Nou, hè? Precies, dat is de laatste die ik eruit heb. De rest moet je maar op YouTube pauzeren en even kijken. Dit vond ik echt een hilarische stelling. Want ik vul dan wel in dat ik ergens vol voor ga. Dat is ook mijn beleving. Maar als het dan op het handelen aankomt, dan zat er ook de stelling in. Ik oefen soms thuis kracht en lenigheid om beter te worden in mijn sport. Nou, dan heb jij netjes eens ingevuld. En ik moet daar toch ook eerlijk zijn. Nee, dat lukt mij dus niet. Ja, jij noemt dat netjes, dat ik dat netjes eens invul. Ik vind dat belangrijk, want ik zie wel het belang van kracht en lenigheidsoefeningen. Maar het is ook een beetje obsessief natuurlijk. Ik bedoel, van jou? Ja, misschien. Je hebt gewoon je thuis situatie, een gezin, noem maar op. En dan ga jij oefeningen doen. Dat is natuurlijk gek. Ja, het is mooi hoe je het uitlegt. Ik vind dit een tekortkoming van mezelf. Dat doe ik dan mezelf. Tijdens het tv kijken, dan wel. Hè? Dat is, tijdens voetbal. Nee, ik vind dit wel een tekortkoming van mezelf. Okay. Ik zal nog eens uitzoeken hoe dat moet. Nou ja. Nou, misschien weet Lieke daar wel misschien wat duiding. Misschien kan Lieke ons raad geven. Zullen we er gaan bellen? Leuk. Gaan we doen. Goedemorgen, Lieke. Goedemorgen, Lieke. Goedemorgen Jurgen, goedemorgen Gerrit. Hey, welkom in de Slimmer Presteren podcast. Wat leuk dat je er bent. Nou, bedankt voor de uitnodiging, wat leuk om er te zijn. Nou, ik zit eigenlijk gewoon thuis, maar ik ben er toch? Ja precies. Het is een audioproduct, hè? Dus we zitten met z'n allen in het hoofd van onze luisteraars. We zijn benieuwd. We gaan eens met jou op zoek naar wat je hebt gezien in onze testen. Naar de vraag van Remco over het effect van Strava. Maar laten we bij het begin beginnen. Lieke, we hebben al een beetje verteld over jouw promotieonderzoek naar sportverslaving en passie. Maar waar hou jij je op dit moment mee bezig? Ja, met hele andere dingen. En toch misschien weer niet. Ik ben op dit moment docent wetenschappelijke vaardigheden bij het Erasmus MC. Oeh. Dus ik geef daar les aan studenten geneeskunde en studenten klinische technologie. En die probeer ik dan vooral bij te brengen hoe je naar onderzoek moet kijken. Hoe je onderzoek moet doen, hoe je dat kritisch kan lezen. Hoe je daar zelf Dit is een kolfje naar onze hand hier in de podcast. Dit doen we ook vaak. Maar dan moeten we je misschien maar een andere keer nog voor terug uitnodigen. Ik weet wel wie ik uitnodig, Gerrit. Hè? Nee, maar even een stapje terug natuurlijk van jouw promotieonderzoek. Hoe ben jij daartoe gekomen om juist dat onderwerp te gaan onderzoeken? Passie voor de sport. Dat is inderdaad wel een grappige vraag. Nou, ik ben bewegingswetenschappen gaan studeren, omdat ik heel erg geïnteresseerd was in het menselijk lijf. Mm-hmm. En stiekem natuurlijk ook wel in hoe je dan beter kan sporten of wat gezonder kan zijn. Maar dat wilde ik eigenlijk meer vanuit de gezonde kant, dus het gaat eigenlijk allemaal wel goed kant bekijken, dan vanuit de kant van wat er allemaal mis kan zijn en de kant van ziektes. Ja. En daarom ben ik toen bewegingswetenschappen en sportwetenschappen gaan studeren. En nou ja, zoals veel 18-jarigen had ik een beetje peper in mijn achterste, denk ik. Dus ik wilde ook nog eens ergens anders heen en ik wilde de wereld ontdekken. Dus ben ik in Frankrijk, in Parijs, ben ik toen sportwetenschappen gaan studeren. Aha. Dat was eigenlijk toen vanuit een heel brede interesse van, goh, hoe werkt dat menselijk lijf eigenlijk? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het blijft werken? Dus dat was op dat moment eigenlijk mijn... Ja, maar uiteindelijk komen we jouw werk tegen hier in de podcast vanuit het wat je hebt gedaan rondom sportpsychologie. Hè? We refereerden net al aan, we hebben al wel eens jouw onderzoek over de impact van muziek. Of in ieder geval de artikelen die je daarover geschreven hebt, hebben we aangehaald in een aflevering. Vandaag staan we stil bij het fenomeen passie en misschien wel sportverslaving. Waar komt die fascinatie vandaan?
Nou, ik ben inderdaad dus na die sportwetenschap of tijdens die sportwetenschappen ben ik de psychologiekant opgerold. Ik heb in Canada een master gedaan en toen ben ik gepromoveerd ook weer in Frankrijk. Omdat dat eigenlijk voor mij de moeilijkste puzzel was. Ik had op dat moment wel zoveel fysiologielessen en biomechanica-lessen gehad dat ik wel ongeveer snapte hoe een dikkere spier ook krachtiger kan zijn en hoe je dan misschien hoger kan springen of harder kan fietsen. Maar hoe het dan kan dat mensen die ongeveer dezelfde spierkracht kunnen leveren, toch heel verschillend kunnen presteren, ja, dat was voor mij nog wel echt heel erg mysterieus. En om dat mysterie te ontrafelen ben ik me dus gaan verdiepen in perfectionisme en in hele sterke motivatie. Hè? Dus die passie ontdekte ik dat zou heten. Ja. Want ik wilde weten, wat maakt nou dat mensen dus alles kunnen geven, of misschien wel meer dan alles, of meer dan je zou verwachten op basis van wat je fysiologisch of fysiek kan zien. Ja, dus eigenlijk omdat ik dat het minst goed begreep, ben ik die kant op gegaan met mijn verdere studies. Nou, dat ben ik wel heel benieuwd al. Want ja, wat onderscheidt dan die toppers qua motivatie inderdaad, of passie, ten opzichte van ons recreanten? Nog één stap ervoor, Jurgen. Was dit inderdaad de sleutel, Lieke? Zat het hem daarin? Nou, ik denk dat op hoog niveau zeker zo is. Op hoog niveau kun je eigenlijk gezien voor de wattages die wielrenners trappen, wel voorspellen wie toppers zijn en wie in de middenmoot zitten. Maar je kunt niet voorspellen wie er wint. Mm-hmm. En dat zit dan dus toch blijkbaar meer tussen de oren dan in de spieren. Dus daar zijn we nog wel heel erg mee bezig. Probleem is alleen dat vaak een hele ingewikkelde combinatie is van allemaal verschillende factoren. Je kunt niet zomaar zeggen van nou, we gaan alleen maar hier aan die motivatie een beetje draaien. Die krikken we wat op en dan gebeurt er iets en dat werkt dan. Het is veel ingewikkelder dan dat. Ja. Dus als je er onderzoek naar doet, dan merk je ook dat als je maar één factor bestudeert of verandert, dan zie je vaak niet zo gek veel. Of je ziet maar een paar procent verbetering van iets dat dan vaag iets anders uitlegt. Dus het is nog steeds wel een heel ingewikkelde puzzel, ondanks het feit dat het wel een heel belangrijk is. Ja. Motivatie, nou daar draait het wel om. Ik bedoel, en je geeft aan, misschien zijn er wel knoppen om daaraan te draaien. Om dat te verbeteren bij iemand. Waar komt het vandaan? Zit het in de genen of is het allemaal aangeleerd? Even terug, denk ik, een jager-verzamelaar ooit. Ja, die moest gewoon sporten of bewegen om die antilopen uiteindelijk te doden. Maar ja, dat was zijn motivatie om te bewegen. Maar hoe zit dat bij ons dan? Ja, dat is goed dat je dat zegt. Want heel veel mensen hebben wel een idee van wat motivatie is. En die zeggen dan van nou, ik ben niet gemotiveerd vandaag of zo. Hè? Mm-hmm. Maar eigenlijk is motivatie de afweging die jij maakt tussen de baten, het voordeel van iets. Hè, achter die antilopen aangaan. Want het voordeel daarvan is dat je die dan kan opeten. En het nadeel ervan, nou ja, dat je energie verbruikt en dat je daar moe van wordt. En dat als het mislukt, dat je dan moe bent en geen energie meer hebt om achter iets anders aan te gaan en ook geen antilopen hebt. Ja. Dus motivatie is dus een afweging van wat win ik ermee en wat kost het me? Kan ik dat opbrengen? Zijn die kosten het wel waard? Maar, zoals ik al zei, er zitten ook nog andere ingewikkelde factoren in, zoals hoe groot is de kans dat het echt gaat lukken? Oh ja. Kijk, ik heb natuurlijk met liefde achter een mammoet aan, want als je die te pakken krijgt, dan heb je een maand te eten. Ja. Maar leg hem maar eens om. Hè? Valt ja, niet mee. Want dat ik in mijn eentje die mammoet omkrijg, inderdaad. Ja, dat zou mijn motivatie weer een stuk kunnen dalen. Dat ik denk van ja, goed, oké, dan heb ik die mammoet ingehaald en dan. Nou, dan ga ik toch maar voor die parkiet. Ja, ja. Ja. Hey, en wat was wat jou betreft het belangrijkste inzicht wat je uit je promotieonderzoek haalde? Nou, ik dacht in eerste instantie dat je zou kunnen zien aan hoeveel mensen sporten. Mm-hmm. Of die dan misschien wel iets te veel richting die sportverslaving gingen. Van iemand die gewoon heel veel uren sport. Dat kan nooit goed wezen. Ja, want ik begrijp daaruit, dat was jouw fascinatie in de zin van motivatie belangrijk, veel inzet belangrijk, maar er zit een donkere kant aan. Je kan doorschieten. Ja, ik dacht, god, je kunt natuurlijk gewoon op een gegeven moment te veel uren sporten. Doorsporten met blessures, of als het eigenlijk niet meer gezond is.
Je kunt de rest van je leven kun je verwaarlozen. Dus iemand die meer dan 20 uur sport, of meer dan 25, of misschien wel meer dan 10 in een week, die heeft waarschijnlijk een grotere kans op een slechtere of een minder goede vorm van passie. Die zit misschien tegen die obsessie aan. Dat dacht ik in het begin. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Oh, wat dan? Je kunt in ieder geval niet aan het aantal uren dat iemand sport of dat iemand een activiteit doet, bepalen of die persoon daar ook op een gezonde of ongezonde manier mee bezig is. Aha. Wat bleek uit mijn onderzoek, nadat ik, je wil niet weten hoeveel duizenden mensen, hoeveel honderden vragen uit vragenlijsten had voorgelegd en die allemaal had geanalyseerd. Mm-hmm. Zijn er een paar hele simpele vragen die je kunt stellen en die geven eigenlijk antwoord op de vraag of het allemaal wel goed gaat met zo iemand. En die hoef je niet eens over die sport zelf te stellen. Je hoeft namelijk alleen maar aan iemand te vragen, hoe gaat het eigenlijk in de rest van je leven? Ja. En als je dan mensen krijgt die zeggen, ja, nee, ik haal geen zelfvertrouwen meer uit mijn werk. Ik vind eigenlijk ook geen andere hobby's leuk. En we zitten een beetje tegen elkaar te katten thuis. Dat is ook allemaal een beetje lastig. Nou, dan moet je je zorgen gaan maken over hoeveel iemand sport en hoeveel energie die erin steekt. En of die dan misschien toch niet naar de training gaat. Terwijl die eigenlijk vanwege een pijntje hier of een blessure daar de training zou moeten overslaan. Maar je hebt het over duizenden sporters. Heb je topsporters, amateurs en de verschillende takken van sport? Duursporters, individuele sporters, teamsporters. Heb je onderscheid gemaakt? Of jeugd, ouderen weer? Welke verschillende groepen heb je bekeken? De jongste kinderen die ik heb bekeken, die waren dan denk ik een jaar of 8. We hebben de vragenlijst die we hebben gebruikt, hebben we ook echt wel met jongeren bekeken en gekeken welke woorden te moeilijk waren. Dus daar hebben we echt een kinderversie van gemaakt. Hmm. De oudste mensen, dat waren mensen die waren senioren in hardloopgroepen. En we hebben zelfs een keer bij een Jeu de Boule vereniging onze vragenlijsten. Bestaat dat? Ouderen die sportverslaafd zijn aan Jeu de Boule? Ja. Echt? vertel, ja. anekdote. Nee, maar echt. Ja. En die mensen, er zijn er dus die eigenlijk van de dokter niet meer mogen jeu de boule, want de pols is stuk of die ballen zijn te zwaar of hun rugje is niet goed voor hun rug. Maar die gaan toch door en die vertonen alle tekenen van een obsessie met die activiteit. Wat dus ook betekent dat een obsessie met sport of sportverslaving heeft dus ook niet zo heel veel meer te maken met je leeftijd of je niveau. Nee. Want dat waren ook niet eens per se top jeu de boulers die daar hun brood mee verdienden. Kijk, nu komen we wel in de buurt van tips, hè? Want het is sowieso leuk om jou te spreken, Lieke. Maar onze podcast belooft ook altijd dat we op zoek gaan naar praktische handvatten en tips. Hier hoor ik er een. Jij zegt, vertonen alle tekenen van sportverslaving. Nou, kom maar op met die checklist. Welk gedrag, je noemde net al een paar, hè? Hoe gaat in de rest van je leven, ben je nog te genieten? Maar hoe herken je nou sportverslaving? Of hoe uitzicht dat? Laat ik het zo vragen. Dat is wel de definitie die wij eraan geven. Hè? Want dat is eigenlijk geen zwart of wit wetenschap meer. Maar wij vinden eigenlijk dat iemand negatief gedrag vertoont. Dus een sportverslaving. Als die geen goede afweging meer kan maken tussen wel of niet sporten. Aha. Die goede afweging, nou, hoe definieer je dat? Nou, bijvoorbeeld dat iemand die geblesseerd is een paar dagen rust neemt. Hè? Als dat geadviseerd wordt door de arts. Ja. Of zelfs misschien wel een hele andere activiteit gaat doen als hij zijn sport niet meer mag doen. Ja. Maar ook iemand die dus geen dingen doet waar hij later spijt van krijgt. Zoals niet naar een begrafenis gaan of niet naar een bruiloft gaat. Of belangrijke feestdagen mist omdat hij per se wil sporten. Dus dat soort afwegingen waarvan een buitenstaander zou zeggen, ja, dat was eigenlijk geen goede keuze, geen slimme keuze. Als je die te vaak maakt, ja, dan zit je toch echt wel aan die sportverslavingskant. En dat gebeurt helaas dus omdat mensen ofwel geen plezier meer halen uit andere dingen. Dus altijd maar weer voor die sport kiezen. Ja, als je niet zou gaan trainen, ja, dan zit je in je eentje op de bank en dan voel je je alleen maar rot. Of dan ben je dus naar die bruiloft, hè? Wacht even. Ja, precies. Maar dat is dus het punt. Als je die bruiloft niet leuk vindt, ja. Of je voelt je daar niet welkom of niet op je gemak. Ja, exact. Ja.
Hoeveel mensen? Ja, nou, ben ik heel benieuwd. Nog één terug, hè? Want wat jij nu beschrijft is eigenlijk gewoon gedrag wat je bij iedere topsporter denkt te zien, toch? Mm-hmm. Doorsporten bij pijntjes, blessures, je hele sociale leven aan de kant zetten. Geen feestjes en partijen. Ja. Is dat dan? Ja, kan semantisch zijn hoor, definitieverhaal. Maar moet je sportverslaafd zijn om in de topsport goed te kunnen presteren? Ik denk het niet. Want ik denk dat als jij sportverslaafd als jonge sporter de sport ingaat, dat je eruit ligt voordat je de top bereikt hebt. Ik denk namelijk dat als jij geen slimme lange termijn overweging kan maken, dus nou ja, de sportarts zegt dat ik beter nu even een weekje rust kan nemen, of dat ik toch deze wedstrijd moet overslaan voor een lange termijn voordeel, dat sporters die afweging niet slim kunnen maken, die redden het niet op de lange termijn. Die schieten gewoon echt door eigenlijk. Die te veel korte termijn denken. En dat is natuurlijk ook onze vraagstelling was eigenlijk. Passie om lang te blijven of gezond te blijven sporten natuurlijk. En dan praten we eigenlijk over een heel leven lang. Ja, dus dat, en dan denk ik dus werkelijk dat mensen die daar een harmonieuze passie hebben. Die in harmonie met de rest van hun leven en hun waarden kunnen sporten, die kunnen veel langer door. En het is natuurlijk evident dat met blessures slim is, hè? Om af en toe eens een keertje een stapje terug te doen, om niet helemaal stuk te gaan. Maar zo werkt eigenlijk je psychologie, je mentaal werkt ook zo. Ja. Als je nooit jezelf een keertje rust geeft, dan denk je misschien dat lang aan kan, tot het op een gegeven moment niet meer aan kan. En dan heb je een burn-out of een depressie. Daarbij komt dat mensen die ook andere dingen in hun leven hebben die leuk zijn of waardevol, hè, al is het maar een gezin of een groep vrienden of een andere hobby. Stel dat je dan een paar keer een wedstrijd niet wint, je hebt gewoon een slecht seizoen, dan voelt het ook minder alsof je hele leven waardeloos is. Dan zou je kunnen zeggen, ja goed, een slecht seizoen gehad in het schaatsen, maar ik ben verder wel iemand die de moeite waard is. Ik heb vrienden, ik heb een mooi leven, ik heb een leuk huis en ik vind het leuk om gezond te maaien. En dan kan je daar veel beter mee omgaan met tegenslag. Met een nare wedstrijd, met een keertje niet geselecteerd worden. Met pech, met COVID. Ja. Al die dingen worden makkelijker als jij... Als je meer bent dan alleen die sporter. Ja. Ja, is dit dan eigenlijk ook concreet advies wat jij zou geven aan bijvoorbeeld sportprogramma's, topsportprogramma's wil ik zeggen, die nu onder het vergrootglas liggen, dat daar eens wat relaxter, ja, en dit is tegen alles wat je hoort uit de topsport, hè, want ja, alles geven, heel je leven opgeven, maar zeg je eigenlijk vanuit de sportpsychologie en de lange termijn houdbaarheid van de mens, moeten ze daar misschien ook eens wat relaxter omgaan met af en toe een keer even niet? Absoluut. Ja. Absoluut. En dat is om twee redenen. Inderdaad, enerzijds omdat je anders een fast burning flame krijgt. Hè? Want het kan best wel even goed gaan en het kan best wel even heel goed gaan. Maar zoiets is ook misschien wel weer snel uitgedoofd. Ja. Je verliest dus jonge sporters door de druk die erop staat, door blessures. Doordat ze zich niet ontwikkelen tot een evenwichtig persoon die om kan gaan met tegenslag. Dus qua talentprogramma is het waarschijnlijk niet heel erg efficiënt. Niet in een klein land zoals Nederland in ieder geval. Nee, je wil mensen graag zo lang mogelijk behouden voor je sport. Maar het is ook eigenlijk niet ethisch, denk ik. Als we weten dat het ongezond is, zowel voor lichaam als geest, mogen we dan nog wel, kunnen we dan nog wel mensen zo pushen en ze in een omgeving zetten waarin een obsessie met de sport normaal gevonden wordt en getriggerd wordt door iedereen om je heen, als we weten dat het eigenlijk heel ongezond is. Ja, zo. Nou. Dus jij, ja, alles met selectie, daar ben je in jeugdselectie, daar heb jij wel je vraagtekens bij. Die vragen die kun je stellen. En ik denk wel dat anders wordt als je op een gegeven moment een volwassene te maken hebt die zegt, ik kies er bewust voor vanuit een gezonde positie waarin het echt een keuze is, dus geen verplichting, om er 2 jaar vol voor te gaan voor de komende Olympische Spelen. En ik weet dat ik veel dingen opzij moet zetten. Maar ik word daar goed in begeleid en ik doe dat bewust. Ik weeg zelf die kosten en die baten bewust af. Dat moet kunnen, hè. Volwassenen mogen dat soort keuzes maken. Mm-hmm. Dat we die keuze niet zomaar voor kwetsbare mensen, dus voor jongeren of jonge volwassenen mogen maken.
Als zij daar niet zelf toe in staat zijn. Ja. En ik besef me ook, hè, iedereen die dit moet horen, heeft dit denk ik nu gehoord. Aan de andere kant, dit is een perspectief. Je kan net zo goed het perspectief pakken. Ja, als we internationaal willen winnen. In andere landen zijn ze ook zo obsessief. Dus als we een medaille willen pakken, dan is het nodig. Maar goed, dan kom je inderdaad op de ethische sportfilosofische vraag. Moeten we dat willen? Dat is beyond deze podcast voor vandaag. Ja, ik vind het wel interessant van of je bij jeugd, hè, want daar hebben we het ook wel eens over gehad. En volgens mij is dat we fysiek, talentselectie bijvoorbeeld of ontwikkeling, dat al die fysiologische parameters, die zeggen nog heel weinig. Hè, en dat heeft te maken met de ene komt eerder in de puberteit, is wat sterker. Je hebt dat geboortemaand kwartaal effect mogelijk. Kortom, het is heel moeilijk om van een 10 of 12 of 14-jarige te zeggen, hey, dat gaat een goede wielrenner of voetballer worden. Kun je ook wat misschien door juist naar die psychologische kant te kijken en te zien van aan de ene kant, hey, deze persoon moeten we in de gaten gaan houden, want die is ja, misschien te obsessief al bezig. Ja, gedreven misschien door ouders of omgeving. Terwijl juist anderen zegt van, hey, ja, misschien fysiologisch is hij allemaal niet zo ver, maar mentaal, hij is wel gepassioneerd puur om het sporten. Wordt daar iets mee gedaan? Zou je aanbevelen om daar iets meer mee te doen? Ja, je ziet dat wel nog in de kleinere sporten, hè? De sporten waarin niet zo heel veel geld wordt verdiend, waarin mensen dat echt gewoon verschrikkelijk leuk vinden en het echt voor het spelletje doen. Mm-hmm. Dat wil je natuurlijk eigenlijk hebben. Ja, weet je, onderzoek uit de topsport wijst toch wel uit dat bijvoorbeeld in voetbal, Het onmogelijk is om te voorspellen wie er uiteindelijk in zo'n nationaal elftal terechtkomt. Ja. Dus, en ik geef toe hè, dat ik natuurlijk het probleem niet heb dat ik die talentcoach niet ben. Maar ik zou denken zeggen, als land, zorg er dan voor dat je heel goede subtopgroepen hebt waar heel veel mensen terecht kunnen. Ook diegenen die potentieel hebben, maar die nog niet 20 uur per week willen trainen. Want daar wordt iedereen beter van. Daar wordt de sfeer in zo'n club beter van. En je behoudt dan die mensen dus langer. Dus ik zou zeggen, hou vooral een grote en een brede selectie. Ja. Misschien moet je bij teamsporten niet één jeugdteam, één nationaal jeugdteam willen hebben, maar gewoon twee. Ja, goed punt. Mooi punt voor de sportbeleidsmakers. Ja, kost allemaal geld, hè? Voordat wij onze... Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Test toe. Waar we het nog niet over gehad hebben. Ik was eigenlijk benieuwd naar zeg maar de percentages zo'n beetje van al die duizenden die je gevraagd hebt. Ja, hoeveel mensen zijn dan, van die geïnterviewden, ja, hebben dan eigenlijk dat stempel waarvan je zegt, oké, die zijn ja, verslaafd. Obsessief, ja. Ja. Oh, dat is een goede vraag. Dat heb ik nooit uitgerekend van iedereen. Nee, dat maar gevoelsmatig, zijn te veel of weinig, Lieke? Ja. 5%? Dat waren losse studies. Dat hangt heel erg van de groep af, ja, van de groep mensen die je hebt. Ik heb bijvoorbeeld volwassen turnsters, die dus zelfs nog na hun 18e doorturnen. Daar vind ik dan een wat hoger percentage. Ik heb wel studenten ook geïnterviewd die bij de voetbal of de rugby, studentenvoetbal of rugby zaten. En daar zitten heel veel mensen bij die er eigenlijk alleen maar voor het bier drinken zijn. Dus die geen obsessieve passie hebben met dat studentenvoetbal. Nee, wel met bier drinken misschien, maar dat is een ander onderzoek weer. Ja, precies. Nee, dat hangt heel erg van de groep af. Je kunt wel al globaal al een beetje voorspellen dat hoe meer het mensen kost om dat te doen. Omdat een sport zeldzaam is of ze moeten er heel lang voor reizen of ze moeten er heel veel uren voor maken. Dat je dan ook al sneller mensen krijgt die dat dan dus bereid zijn om te doen. Oké. Nou, laten we maar eens kijken hoe dat in de populatie presentatoren van de Slimmer Presteren podcast zit, Lieke. We hebben net al even uitgelegd dat je hebt ons een vragenlijst gesteld. Heerlijk, hè? Vinden we altijd leuk, psychologie testen. We hebben die antwoorden netjes naar jou opgestuurd. En dan, een hoop stellingen, helemaal eens tot oneens. Wat heb je ermee gedaan? En vooral, natuurlijk, wat heb je gezien? Nou, jullie hebben allereerst een vragenlijst beantwoord die een Canadees, meneer Valéran, ooit heeft opgesteld. En die meet harmonieuze passie, obsessieve passie en niveau van passie voor je sport. Mm-hmm. En met harmonieuze passie bedoelen we dus dat je sport goed past in je leven, dat er een harmonie is tussen de verschillende domeinen in je leven. En die obsessieve passie, ja, dat is dan een beetje dus de negatieve kant. Mm-hmm. Je kon
maximaal 42 punten halen voor de harmonieuze passie. Want we deden dat op een 7-puntschaal. Dus 7 punten per vraag. En er waren 6 vragen. En van die 42 op die harmonieuze passie heeft Gerrit er 40 gescoord. Dat is lekker veel, toch? Dat is behoorlijk wat. Jij hebt dus een hoge score voor harmonieuze passie. Dus je geeft aan dat je sport goed in je gewone leven te passen valt. Oh ja, oké. Okay. Oh, dus ik ben lekker in harmonie, score ik hier. Ja, jij zegt dat er weinig conflicten zijn. Dat het goed past bij de andere dingen die je leuk vindt. Dus dat het elkaar niet in de weg zit. Ja, ken ik wel. Er zijn ook vragenlijsten die dat meten. Hè? De conflicten tussen je sport en de rest van je leven. Ja. Dus bij jou is dat eigenlijk geen probleem. Jouw sport past bij wie je wil zijn, bij wie je bent en bij de rest van je leven. Dat is natuurlijk mooi. Misschien doe je wel werk dat ook te maken heeft met sport bijvoorbeeld. Nee, maar ik doe wel werk waar ik extreem in moet doorzetten en diep moet gaan. Dus dat train ik voor mezelf in de sport. Dus dat klopt. En deel van mijn werk is nu ook deze podcast steeds meer. Dus daar breng ik dat mooi samen. Gerrit, jongen, jij hebt dit gewoon sociaal wenselijk ingevuld. Oh, tuurlijk. En ik weet niet of dat al uit de test kwam, Lieke. Maar ik ben natuurlijk extreem extern gemotiveerd. Dus het feit dat ik nu van jou een complimentje geef, maakt mijn straalt, dag helemaal goed. Hij straalt goed. Meteen. Ja, ja. Maar even over die andere proefpersoon. Jurgen. Wat betreft dus die andere proefpersoon, die scoorde 32 van de 42 punten. Dat geeft je een gemiddelde 5 op de 7 van hoe harmonieus is jouw sport. Dus dat zit nog steeds aan de goede kant. Jij, Jurgen, ontdekt wat minder nieuwe dingen dankzij je sport die je ook in andere levensdomeinen gebruikt. Dus dat zijn een paar van die kleine dingen waarvan je zou kunnen zeggen van soms dan is je sport misschien niet van meerwaarde in de rest van je leven, maar het hindert in ieder geval ook niet. Ja. Gelukkig. Het is allemaal niet pathologisch verder wat we doen. We zitten aan de goede kant van de streep, hoor ik. Ja. Nou, wat wel interessant is, dat je daar dus ook een gemiddelde van kan uitrekenen. Hè? En Gerrit die zit op een 6,7. Die zit al bijna op die 7 die je maximaal kon scoren. Mm-hmm. En Jurgen zit op een 5,3. Ja. Jan de Jong van de Universiteit Eindhoven heeft recentelijk recreatieve hardlopers ook die vragenlijst voorgelegd. Ja. En die scoorden een 2,6 op harmonieuze passie. Poeh. Dus die zitten niet alleen dus onder dat gemiddelde. Hè? Die hebben echt een lage score. Ja, en nog een keer, dat betekent dus eigenlijk dat je meet dat de sportbeleving of de sportinpassing in het leven eigenlijk niet goed past of zo. Dat mensen daar last van hebben. Begrijp ik dat goed? Dan zeg je bijvoorbeeld dat de sport niet in harmonie is met de andere dingen die je doet. Dus misschien dat er conflicten zijn. Hè? Dat je moet kiezen tussen tijd voor het hardlopen of tijd voor je gezin bijvoorbeeld. Ja. Misschien dat je het feit dat je hardloper bent eigenlijk helemaal niet zo waardevol vindt. Dat eigenlijk helemaal niet zo past bij wat jij belangrijk vindt. Dus die mensen die lopen wel hard. Ja. En gemiddeld ook een flink aantal uren per week. Maar je zou dan al kunnen zeggen, als ik dit zie bij een talentsporter, dan denk ik, ik weet niet of die niet binnenkort een keertje gaat stoppen of een andere sport gaat doen. Ja, want dat is dan de volgende vraag. Hè? Wat moeten we met dat inzicht? En dat hangt er maar vanaf aan wie het vraagt natuurlijk en wie er naar kijkt. Maar nu benoem je het al. Bij talenten wil je hier alert op zijn. Want dan moet die misschien eens een andere sport kiezen of een andere invulling van het leven. Ja, of er is iets anders aan de hand in zijn leven. Hè? Hij moet wel trainen dat hij denkt dat hij zijn eindexamen niet gaat halen. Ja. En daar maakt hij zich zorgen om. En dus is het elke keer als hij naar training gaat dat hij zich schuldig voelt dat hij niet leert. Ja. En elke keer dat hij een slecht of een minder goed cijfer dan hij had gewild haalt op school. Dat hij denkt van dat komt toch eigenlijk omdat ik toch naar die training ben geweest. Dus dat zijn ook wel dingen waarvan ik denk dat is misschien wel iets waar je als coach dus vanaf moet weten. Ja. Tel nou dat je sporters van tevoren al zegt van jongens, jullie hebben een paar keer een proefwerkweek. En dan gaan we samen afspreken, maar dan mag je een paar trainingen skippen. Dat doen we in overleg, dus daar hoef je ook helemaal niet schuldig over te voelen. Is een beetje een taperperiode. Misschien dat wel heel veel problemen oplost die er niet hoeven zijn. Hè? Want laten we wel wezen, als je 16 bent en je traint 5 keer in de week, dan val je niet meteen van je fiets als je een keertje 3 keer traint. Toch, ik ben echt perplex een beetje, want dat wij ook hardlopers zijn en daarnaast fietsers en zwemmers.
Dus wij noemen onszelf triatleten. En de ene wat fanatieker dan de andere misschien. Maar weet jij van die groep die Jan de Jonge heeft genomen? Recreatieve groep verder. Hoe verklaart hij deze bijzonder, in mijn ogen, lage score, toch? Ja. Er zijn twee dingen die wel interessant zijn. Die studie die Jan heeft gedaan. En eigenlijk zou je hem dat natuurlijk gewoon een keertje moeten vragen. Het is recent gedaan met Jannik Balk uit Amsterdam. Ja. En ze waren eigenlijk op zoek naar de relatie tussen passie voor sport en blessures. Dat is eigenlijk de vraag die ik bij mijn promotie ook al stelde. Hè? Van, zou je nou kunnen zeggen dat iemand die obsessief bezig is met zijn sport, dat die ook nog vaker geblesseerd raakt, omdat hij bij een klein pijntje doorgaat. Maar wat zij niet gedaan hebben, is dat ze het derde onderdeel, en misschien dat je je nog herinnert dat ik zei, er zijn drie onderdelen van de passie gaan, dat zij daar geen gegevens meer van geven. En toen Valeran de vragenlijst ontwikkelde, toen zei hij van er zijn drie dingen die je moet meten. Harmonieuze passie en obsessieve passie. Maar ook gewoon hoe sterk is die passie. En als mensen te laag scoren op hoe sterk is die passie. Ja, dan hebben ze gewoon eigenlijk helemaal geen passie. En dan moet je daar ook stoppen. Dan moet je dan ook niet meer zeggen van ze hebben een lage score op harmonieuze passie. Precies. Dan is dat niet in harmonie zijn is minder erg of zo. Want dat is toch niet zoveel belang. Die mensen die Jan heeft gemeten, die zetten er misschien een hoop bij. Die hardlopen gewoon alleen maar voor hun gezondheid. Ja, precies. Omdat hun partner dat wil. Of omdat ze de kinderen geleiden. Geen idee, hè? Maar die doen dat precies. Ik snap hem. Hey, wij hebben wel alle drie de delen ingevuld. Wat zag je in die andere twee delen bij ons? Nou, je kunt dus maximaal 28 punten halen voor die passieschaal. Gewoon van hoe groot is jouw passie? Een 4x7. En Jurgen scoort daar 21 punten van de 28. Dus dat is een 5,2. Hè? Dus dan zit je nog steeds wel aan de positieve kant. Jij zou meegenomen worden in de groep met mensen die een passie hebben. Want je zit boven het gemiddelde. Hè? Boven Maar je passie en passie. Ja, precies. Jeetje. Man. Hoeveel punten denk jij dat jij gehaald hebt, Gerrit? Ja, ik zit er naar te kijken, hoor. En onze kijkers op YouTube ook. 28 van de 28 zie ik. Maar dat is ook wel in lijn met de karaktertrek zoals mensen mij typeren. Ik zei het vlak voordat we hier gingen bellen al. Ik sta ook wel bekend als alles of niets. Hè? Dus als ik iets doe, dan is het ook vol gas. Ja, dat is dus prima. Maar jij geeft dus ook echt antwoord op ik hou van deze sport. Zeker. Het is meer voor jou dan een manier van fit blijven. Of een manier om tijd door te brengen met vrienden. Hè? Er zijn mensen die doen een sport omdat ze het leuk vinden om onder de mensen te zijn. Ja. Jij doet waarschijnlijk ook wel echt voor de sport zelf. Ja, dat herken ik wel. En dus ook, maar wat je net zei, en dan herken ik wel, daar komt die harmonie wel om de hoek. Ook omdat ik dus inderdaad een hele grote meerwaarde zie in de professionele kant van mijn leven. En omdat ik nu door deze podcast er ook een heel mooi passieproject bij kan houden. Dus dat klopt, het raakt op heel veel vlakken, heb ik er plezier van. Precies, maar dan zou ik dus ook zeggen, als jij veel uren aan die sport besteedt, maar je ondervindt weinig conflicten en je kan het thuis ook nog steeds verkopen en je komt nog steeds op tijd op je werk, dan is veel uren maken dan misschien ook helemaal geen probleem, hè? Zolang jij daar goed mee om kan gaan en het voelt goed. Andere mensen zitten tv te kijken, jij zit op je fiets, Je zou iets mee moeten doen, Gerrit. Ja, hey. Een podcast. TV kijken doe ik al niet. Ik neig naar, als je nou vol stort op je marathoncarrière of je triathloncarrière. Ja, maar ik ben geen topper, denk ik. Maar waar jij naar hint, is natuurlijk wel in jouw vragenlijst, raakten wij net al even aan, Lieke, staat ook ergens de vraag, ben je tevreden met hoe je leven nu is? En daar heb ik toch een beetje oneens in gevuld, omdat ik inderdaad nu vind dat ik te veel werk. En ik zou wel meer willen sporten, dus daar gaan we wat aan doen. Dus dat komt dat is dus een geheim vragenlijstje dat ik geprobeerd heb om er doorheen te fietsen, maar dat was blijkbaar niet zo geheim. Ik heb dat toch doorgehad. Ik stel ook altijd als ik dit soort dingen doe wel even de vraag inderdaad, hoe tevreden ben jij nou met je leven? Life satisfaction noemen ze dat ook in het Engels. Want dat is volgens mij een hele belangrijke poot. Hè? Want het kan allemaal wel goed zijn dat je je sport waardevol vindt als persoon. Maar als de rest van je leven niet zo prettig is, hè, als daar dingen misgaan, dan loop je een grotere kans dat je in die sport een beetje gaat verstoppen. Dus heb je werk niet gewaardeerd wordt, of je hebt ruzie met collega's en in plaats van dat probleem aanpakken, ben jij meer van de struisvogelpolitiek, dan zou je kunnen zeggen van, dan ga ik zwemmen, want dan denk ik helemaal nergens meer aan.
Dan ben ik daar niet mee bezig. Maar dan was die klassieke middle-aged mannen die lekker gaan wielrennen, omdat ze dan ieder weekend even 6 uur van huis zijn. Dat gaat niet over conflicten op het werk, maar thuis wellicht. Nou, daar herken ik me gelukkig niet in. Maar die verhalen kennen we wel. Maar dat is natuurlijk, we hebben dat middelste rijtje nog over de perfectionisme, zeg maar. Ja, nou, om het even af te maken. Jullie scoren allebei een gemiddeld 4 op de obsessieve passie. Dus jullie zitten daar wel, wel ietsjes boven de neutrale 3. Ja. Dus het zou kunnen zijn dat je toch af en toe een beetje doorslaat. Hè, in de zin van dat je weinig ruimte hebt in je leven voor andere dingen. Dat die sport wel heel erg belangrijk voor je is. Ja. Dus ook hier, als ik jullie coach zou zijn of jullie mental coach, dan zou ik af en toe eens vragen van, goh, heb je ook nog iets anders dat je leuk vindt? Een leuke hobby. Lieke, wat vind je er nou van? Ik zag dus in die uitslag dat Jurgen thuis kracht- en lenigheidsoefeningen doet. Ja. Hè? Bij de tv wel, hoor. Wat Lieke, vind je daarvan, bij de tv. Ja. Nou, ik denk dat het inderdaad wel per sport afhangt wat je hieronder verstaat. Maar bij turners is dat heel relevant. En die gaan dan inderdaad dus in de spagaat tv kijken. Ah, ja. Ja. En dat zou dan een teken kunnen zijn. Dat probeer ik. Hoe is het met jouw spagaat eigenlijk? Ja. Nee, maar dat zo erg is het helemaal nee, niet, Gerrit. Kom op, jij zat jezelf daar in je hoek te kletsen. Ja. Hey Lieke, ik kijk ook even naar de klok. Ik wil nog een belangrijk ander onderwerp in. En dat is de vraag van Remco Rennes. En toch ook wel de druk van de omgeving. En welke rol die speelt in eventueel gezond of ongezond sportbeleving. Hij paste die vraag specifiek toe op Strava of Garmin. Mm-hmm. Het feit dat mensen natuurlijk nu heel erg hun sportprestaties kunnen loggen en dat ook delen met anderen en dan kudo's en duimpjes en opmerkingen verzamelen. Hoe kijk jij daar vanuit een sportpsychologische bril naar? Nou ja, kijk, wat wij waardevol vinden of wat wij belangrijk vinden en ook hoe wij dus beslissen dat we waardevol zijn, dat hangt natuurlijk van je omgeving af. Er is geen mens die in een bepaalde cultuur woont en opeens besluit van, ja, maar ik vind dit eigenlijk helemaal niet belangrijk. Dus dat wordt je al van jongs af aan meegegeven. En de groep mensen bij wie je bent en die jij belangrijk vindt, die bepalen dus heel erg wanneer jij een waardevol persoon bent of niet. Mm-hmm. En je zou kunnen omgaan met mensen die vinden dat je waardevoller bent als je meer geld verdient. En andere mensen vinden dat je waardevoller bent als je een hogere VO2 max hebt. En weer andere mensen zeggen, ja, dat is nou echt niet wat een mens een waardevol mens maakt. Mm-hmm. Dus natuurlijk, bepaal de manier waarop jouw trainingsgroepje en jouw trainingsmaatjes en jouw vrienden reageren op jouw performances. Dat maakt wel degelijk uit. Nou kan dat op heel veel verschillende manieren. Hè, als ik een rondje ga lopen en ik ben echt geen tophardloper, dan zijn er misschien wel mensen die zeggen van, oh, wat goed dat je bent wezen lopen. Goed dat je daar de tijd voor hebt genomen. Heb je van het mooie weer genoten? Was het park mooi? En nu zitten we heel erg in de hoek van de sportbeleving van Remco ook. Hè? Ja. Remco typeert zichzelf ook als de ultieme sportgenieter. Maar die zet ook bijvoorbeeld niks op Strava. Nee. Nee, want daar komen we erop, Lieke. Daarom onderbreek je even. Ik vond een leuke typering, want dat is Remco. Maar inderdaad, jij krijgt dan complimenten. Of, nou ja. Ik zelf vind Strava in die zin, voor mij werkt het alleen maar positief en motiverend. Op 2 manieren. Inderdaad, die duimpjes word ik blij van. Commentaar vind ik leuk. Contact vind ik leuk. En het stimuleert me ook als ik een tijdje niet ga en ik zie Jurgen dan wel weer 3 keer gaan. Dat ik denk, oh ja, ik moet ook echt weer eens gaan. Dus voor mij is dat alleen maar positief. Maar blijkbaar, maak ik op uit de vraag van Remco, kan het voor mensen ook negatief zijn? Hoe is dat voor jou, Jurgen? Nou, ook wel eens negatief. Of voel ik me een beetje opgenaaid. Dat ik denk, heb te weinig gedaan. Ah. En dan ga ik inderdaad kijken in de aanloop naar Renke. Wat heeft Gerrit? Nou, die heeft het parcours verkend. Die heeft extra getraind. Noem maar. Ja, dan voel je je tekort. Dan voel ik me, ik moet daarmee. Ik heb ook bewust de meldingen afgezet van dat mensen reageren of kudo's geven of noem maar op. Dan ben je, Maar stiekem kijk ik dan wel af en toe van, heeft iemand nog gezien wat ik dit weekend gedaan heb? Wie hebben een duimpje gegeven? Ja, ik vind het op het randje soms. Ja. En wat je wel eens hoort, dat mensen gewoon bewust bepaalde activiteiten niet erop zetten, omdat ze zelf iets hebben. Ja, nou, die was te langzaam. Ik schaam me hiervoor. Ik herken dat dus allemaal niet, maar goed. Of hun kommetjes willen verbeteren door achter een brommer te gaan hangen, bepaalde kommetjes halen. Nou ja, dus ik kijk daar toch wel een beetje anders ook wel tegenaan. Lieke, help ons. Hoe moeten we dit uitleggen, verklaren, begrijpen?
Nou ja, als jij denkt dat mensen jou alleen waarderen omdat jij een snel rondje loopt of fietst, en je hebt een langzaam rondje gelopen of gefietst, ga je dat nog op Strava zetten? En dan is de vraag, hoe reageren mensen daarop? Hè? Als ik een langzaam rondje neerzet, dan is er een vriendin die zegt van, je hebt zeker lekker genoten van het weer. Of is verder geen waardeoordeel. Ja. Maar stel nou hè, dat ik denk dat mensen mij alleen maar waarderen omdat ik heel snel kan lopen. En ik loop een keer een langzaam rondje. En er is iemand anders van de atletiekvereniging. Die gaat datzelfde rondje sneller lopen. En dan zeggen, haha, moet je kijken. Ik was wel 2 minuten sneller dan Lieke. Ja. Ja, maar dat zou ik wel weer moeilijk vinden. Dus dan zou ik misschien denken, nou, Lieke, een keer zet ik een Jurgen, rondje. Remco en alle luisteraars. Dat doet toch helemaal niemand, toch? Of ik ben heel naïef. Maar ik heb toch nog nooit zoiets negatiefs gezien of meegemaakt of überhaupt gedaan op Strava. Ik denk dat Strava, je kan ook alleen maar duimpjes geven. Ja, hè? Je kan niet een duimpje omlaag geven. Nee, natuurlijk niet. En al zou het zijn, dan doe je dat toch niet. Ja, maar ik denk toch, bijvoorbeeld de UATT heeft ook zijn eigen lijstjes, hè? Van bepaalde rondjes of dingen. Ja. Ik kijk daar ook wel eens naar of ik daar wel lekker in de middenmoot zit en niet onderaan bundel. Dan ben ik al tevreden bijvoorbeeld. Ja, maar ik, natuurlijk zijn er mensen die bovenaan willen die top 3 willen halen. Echt? En denk je niet? Nee, dan ik moeten denk we niet, aan maar, de luisteraars ik vragen. Precies. Sowieso willen we van luisteraars horen hoe het hiermee zit. Lieke, ik heb net vlak voordat we jou belden aangekondigd. We gaan lekker een slimmer presteren Strava groep maken. Of zeg je nou, goed idee, slecht idee? Nou ja, dat kan best. Helemaal omdat als je dus weet hoe belangrijk het is dat mensen daar positieve geluiden over krijgen. Dat kan je natuurlijk best wel een beetje sturen. Ja. Dus je kunt mensen helpen om zich daar goed in te voelen. En er dus niet een competitie van te maken. Nee, want dat is het dan. Hè? Dat mensen die onzeker zijn en die dus bang zijn dat jij hen beoordeelt. Omdat ze misschien een langzamer rondje hebben gedaan dan jij. En dat zou je zelf, dat herkent iedereen. Je bent altijd bang dat mensen negatief zullen reageren. Wie heeft er niet een keertje als student een presentatie moesten houden en dat hij bang was dat de medestudenten hem zouden uitlachen? Of een keer op een congres dat je denkt van dat je bang bent dat mensen dat niks vinden. Mensen lachen je nooit uit na een presentatie. En mensen die gaan inderdaad nooit zeggen van god, wat was je langzaam op dat rondje. Nee. Maar je bent er wel een soort van bang voor als je denkt dat mensen je daar negatief op beoordelen. En dat bang zijn voor het oordeel van mensen, ja, dat is een van de factoren van perfectionisme die je kunt meten. En dan kun je dus al een beetje voorspellen dat mensen misschien bang zijn dat ze een negatieve beoordeling krijgen van anderen. Waardoor ze dus misschien inderdaad dus bepaalde dingen niet durven zeggen. Nee. Niet op Strava durven zeggen of achter een brommer gaan hangen, want dan kan je rondje wat sneller doen. En dan dat is vals spelen, hè? Las ik in jouw artikel Sportgericht, dat gedrag wordt uitgelogd door de donkere kant van perfectionisme. Wat ik zit te denken, kunnen we hier nog een praktische tip uitbakken? Want ik begrijp dan nu, en ik maak kennis met mensen die dat dus hebben. Maar dan denk ik, jeetje, maar dat is wel kind met badwater weggooien, want dan heb je ook al die positieve motivatie en complimenten heb je dan ook niet. Hebben we nog iets van een tip of een manier waarop? Ja, allereerst moeten we natuurlijk zeggen, je hoeft niet op Strava en je hoeft het niet te loggen. Als je niks vindt, doe het lekker niet. Maar ja, heb jij nog een tip of een idee, Lieke, hoe mensen die daar last van hebben, daar beter mee om kunnen gaan? Ja, tuurlijk. Je moet een community bouwen, je moet een groep bouwen waarin, in dit geval is falen een beetje een sterk woord, maar waarin dat ook als positief wordt gezien. Hebben jullie wel eens gehoord van de CV of failures van sommige onderzoekers? Die zeggen van het is eigenlijk heel oneerlijk dat we altijd alleen maar zeggen wat er wel werkt. De artikelen die wel gepubliceerd zijn en de funding, de subsidies die we wel krijgen. Eigenlijk zou het veel netter zijn om ook aan te geven dat we het ook 8 keer niet gekregen hebben. En dat het ook 2 keer wel mislukt is. En dat we ook 2 keer hebben gesolliciteerd op een baan die we niet gekregen hebben. Dus er zijn mensen die zijn daar nu wat opener in, die zeggen eigenlijk moet je dat normaliseren, dat je ook aangeeft van ik heb het ook een keer geprobeerd en niet gehaald. Ik ben ook een keertje niet door de selectie gekomen. Of, En waarom is dat belangrijk? Dat zou je niet moeten doen. Dat je ook zou moeten zeggen dat iedereen ook dat ene rondje van die maand erin zet. En dat je zegt van dat was mijn uitloop of mijn zaterdagochtend na een katerloopje. En dat iedereen dat ook normaal en positief vindt. En dat dus iemand anders die dat een keertje heeft ook zegt van jongens, is dat ik gegaan ben. Dit was wel heel slecht. Dat anderen dan zeggen, maar je bent wel gegaan.
precies. Nou, laten we die belofte doen. Wij openen de Strava sportgroep. Die is alleen toegankelijk voor vrienden van de show. En Remco moet ook meedoen. En Remco proberen we daar ook in te krijgen. En wat ik zeg, ik kan het me überhaupt niet voorstellen. Ik ben een ras positivist, dus ik ga alles wat je daarin post lekker liken en complimenten geven. Weet je, want langzaam trainen, dat is een van de moeilijkste dingen die er is, toch? Dus dat is sowieso een heel goed idee. Leuk. Lieke, kom je ook mee sporten in de Slimmer Presteren Strava groep of zit je niet op Strava? Ik zit niet op Strava. Ik denk dat ik ook een beetje bang ben voor het oordeel van al die mensen die wel... Kom er lekker bij. Slimmer Presteren podcast. Geven je lekker veel duimpjes en meedoen. Complimenten. Hallo. Ik heb de VO2 van een turnster. Hè? Ja, top toch? Leuk. Ik vind het gewoon al goed dat je gaat, Lieke. Ja. Hè? Gewoon lekker in beweging blijven. Ja, precies. Dat is de instelling. En zo kun je misschien die mensen die net een steuntje in de rug nodig hebben, die kun je meekrijgen. En die mensen die toch al uit zichzelf gaan, daar hoef je misschien niet zoveel energie in te steken om die aan te doen. Nee. Meteen nog een vraag die toch al, die komt wel in mij op al langer. En dat is natuurlijk als bezorgde ouder van 3 kinderen, pubers zelfs al begin 20. Ja, ik heb ze... Ja, ik ben sportief. Ik heb ze ook, meen ik, met sport op laten groeien. En in de jonge jaren was dat makkelijk. Dus voetbalde, tennis, hockey. Best wel, regelmatig. Best wel hoog niveau. Misschien ligt het daar ook wel weer aan, qua tennis in ieder geval. En nu moet ik toch leidzaam toezien dat alleen de oudste voetbalt nog best wel fanatiek. Maar die 2 anderen, die doen eigenlijk niks meer. Dus daar word ik echt, dat vind ik wel lastig. Waar is het misgegaan, denk je? Of wil je weten? Waar is het misgegaan of hoe kun je ze motiveren? En hoe kan... Ja, allebei. Tuurlijk wordt gezegd, puberteit is een lastige fase. Vader die sportverslaafd is, ik snap het wel, zetten zich gewoon af. Misschien heb ik te veel doorgedramd. Hoe kan ik ze toch nog op het goede pad krijgen? Ja, er is natuurlijk gewoon een verschuiving in je waarden. Hè? Van wat je vrienden op die leeftijd waardevol vinden... belangrijk vinden, dat ga jij belangrijk vinden. Er zijn ook kinderen uit volkomen niet sportieve gezinnen die opeens gaan fitnessen en aan de eiwitshakes gaan, waarvan de ouders ook denken, wat is hier aan de hand? Ja. Maar die zitten blijkbaar in een omgeving waarin dat dan waardevol is. Ik zie zelf, omdat ik veel studenten train, ook wel studenten die besluiten bijvoorbeeld om op hun 18e met turnen te beginnen. Dat is een hele dappere, maar ook wel een hele leuke keuze. Mm-hmm. Je moet er denk ik voor zorgen dat de training op zich waardevol is. Want je bent niet na 2 weken meteen een topturner. Maar je kunt natuurlijk wel je goed voelen over jezelf. Het gevoel hebben dat je lekker bezig bent geweest. Nieuwe mensen ontmoeten. Dus ik zou zeggen, van wat is voor jouw kinderen waardevol? Is dat het hebben over hun gezondheid? Is dat het hebben over nieuwe mensen ontmoeten? Over even je hoofd leegmaken? En met dat idee in gedachten moet je dan dus een activiteit kiezen die je daarvoor helpt. Het zou heel goed kunnen dat jouw kinderen, omdat ze toch heel veel hebben meegekregen in hun jeugd, als ze ooit weer een keertje gaan voetballen, of misschien dat ze wel gaan handballen of golfen, dat dan blijkt dat ze best wel aanleg hebben. Dat ze toch wel dingen geleerd hebben, motorisch gezien, die maakt dat ze snel vooruit gaan. En dat kan heel positief werken. Dat kan echt werken als een positieve feedback van, goh, ik kan dit eigenlijk best wel goed. Het is best wel leuk. Ja. Nou, dat heb ik ook in mijn achterhoofd. Hey, en als alles misgaat, Jurgen, kun je altijd nog mijn levensloop als model zien. Ik heb ook heel hard gesport tot mijn 19e. Toen heb ik een soort van 15 jaar van mijn leven me helemaal stuk gedronken. En nu ben ik er ook weer. Hè. Dus uiteindelijk kom je wel weer aan de bright side. Neem ik jou als voorbeeld. Helemaal goed. Klinkt af en toe als een alcoholist. Valt wel mee om mensen. Om te kijken of ze vrienden hebben die wel sporten. En dan zeggen daar zit het hem al. Inderdaad, dat klopt. En naar hun vader kijken ze. Dat is ook logisch, maar dat is ook proberen, want wat je waardevol vindt, dat verandert met je omgeving. Ja. Dus als je op een gegeven moment gaat werken waar je merkt dat je baas of je collega's wel een ochtend vrij nemen voor een lange duurloop. Of op donderdag iets eerder naar huis gaan, want ze hebben een training. Dan staat dat soms weer over. Dan denk je van, dit wordt hier wel weer waardevol gevonden. Nou, dan moet je misschien ook weer een keertje wat doen. Ja. We zijn allemaal super beïnvloedbaar natuurlijk door de mensen om ons heen. Dus als je collega's hebt die zeggen van, we proberen je niet op woensdagochtend in te plannen, want dan ga je hardlopen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke fijn dat mensen daar rekening mee houden. En dat dus ook waardevol vinden.
Geruststellend. Dus andere, in elke levensfase heb je weer een andere groep mensen om je heen die je kunnen helpen met dat soort dingen herdefiniëren. Van hoe belangrijk is iets eigenlijk? Ja. En zij zijn natuurlijk niet de enige. Want ja, dit blijft, vind ik, toch al fascinerend ergens voor mij om te zien. Van als je kijkt natuurlijk naar de beweegnorm, hoeveel mensen daaraan voldoen en zo. Dat er toch, ja, toch een grote groep Nederlanders maar moeilijk in beweging zijn te krijgen. Ja, maar ja, we verwachten ook van mensen dat ze van 9 tot 6 werken, tot 5. En dan is het donker 's ochtends en donker 's avonds als je thuis komt. Ja. Dus misschien moeten we met z'n allen ook wel, waar we altijd begrip hebben voor, de kinderen moeten opgehaald worden van de crash en dit en dat. Misschien dat we ook met z'n allen begrip moeten hebben voor die mensen die 1 dag in de week eerder weg moeten voor een training. Of liever 's ochtends sporten, of tussen de middag. En dan dus geen lunchmeeting meer inplannen, maar mensen gewoon echt een uur vrijgeven om te doen wat ze willen. Ja, dat is echt de omgeving die we kunnen aanpassen. Ja. Ik heb wel eens met mensen in Eindhoven gepraat waarvan ik zei van ja, maar ik wil wel een beetje een flexibel rooster, want ik wil graag op woensdagochtend kunnen hardlopen. En dat ze zeiden van oh, maar we hebben een hardloopgroep en dan kan je met de groep mee en hartstikke leuk. En wij gaan elke keer op vrijdagmiddag gaan we met z'n allen. Ja, dat is natuurlijk een hele andere reactie dan iemand die zegt van ja, fulltime baan, gewoon fulltime inroosteren en zoek het maar uit. Ja, ja. Mooi, dan hoor ik hier nog een praktische tip voor luisteraars die in het bedrijfsleven misschien wel een leidinggevende functie hebben. Creëer eens een cultuur in jouw organisatie waarin het heel normaal en leuk en oké is om af en toe links en rechts wat uren van de dag te snoepen. Helemaal tegenwoordig met thuiswerken. Ja. Dus natuurlijk, iedereen is de hele tijd aan. Dus dan kunnen we ook wel af en toe uit om te gaan sporten, toch? Zeker. Ja. Ja, en zelf een goed voorbeeld geven. Ik heb een vriendin die hardloopt en die is manager van een team. En die zei ook van ja, ik ga elke maandag ga ik op tijd weg, want dan heb ik hardlooptraining. En ik zei van nou, dan geef je niet alleen het goede voorbeeld. Maar mooi zou zijn dat je dus zegt van ik neem die avond wat eerder vrij. En ik verwacht van jullie dat jullie ook allemaal een avond kiezen waarop je iets leuks doet. Ja. En als dat een vervente muzikus is, dan mag dat natuurlijk ook. Dus je kunt zelf ook, denk ik, een betere manager zijn als je daar ruimte voor neemt. Maar ook als je zelf het goede voorbeeld geeft. Zo, die zag ik even niet aankomen. Ja. Hey, mooie tip nog even. Ik zit naar de klok te kijken. Ik denk dat wij mensen al een goede, lange, langzame duurloop hebben gegeven met dit gesprek. Dus laten we hem langzaam gaan afronden. Als ik even de belangrijkste tips op een rij zet. We zijn aardig in harmonie en passievol. Omgeving is eigenlijk ook de laatste tip die we eruit halen, hè? Focus op wat je leuk vindt en belangrijk vindt. En ga daar je passie op nastreven en involgen. Mochten nou mensen bij zichzelf twijfelen, raad jij ze dan aan om zo'n lijst zoals wij die hebben ingevuld ook in te vullen voor zichzelf? Ja, en kan dat eigenlijk? Kan dat gewoon? Want ja, moet daar niet een professional naar kijken zoals jij? Nou ja, weet je, dit is natuurlijk geen klinische psychologie. Hè? Dus ik ben geen diagnose van... Nee, precies. Aandoeningen aan het doen. Dit is sociale psychologie. Dan gaan we er eigenlijk vanuit dat mensen wel gewoon gezond zijn, maar gewoon de neiging hebben tot meer van iets of meer van iets anders. Het is soms wel even zoeken, maar je kunt ze gewoon vinden. Veel van die lijsten zijn openbaar als je een beetje kan zoeken in de wetenschap. Maar het is natuurlijk wel heel nuttig om daar iets over te weten. Want Gerrit, jij mag dan wel zeggen dat jij helemaal niet bang bent voor het oordeel van anderen. Pak hem aan, Lieke. Je scoort zeker niet laag op het perfectionisme jegens anderen. Dus jij bent wel degelijk een beetje bang dat anderen het niet goed vinden wat jij doet. Nee, ja, heel erg. Hè? Heb ik toch ook al net gezegd. Ik ben me gelukkig al een aantal jaren bewust. En dat helpt dan weer de helft als je het al bewust bent. Dat ik mijn oren heel en dus ook mijn eigen waardering heel erg laat vallen naar het oordeel van anderen. Jazeker. Ja. Ja, jij scoort een 3,6 en dat is niet alarmerend, maar dat is toch iets meer dan gemiddeld. Op de vragen hè, van andere mensen verwachten dat ik dingen heel goed doe. En ik vind het moeilijk om aan die verwachting te voldoen. In een studie met jonge topsporters uit Engeland scoorden die topsporters een 2,6 en jij een 3,6. Dus je zit nog wel steeds nog wel hoger zelfs dan een groep jonge topsporters. Ja. Waar ik eerder zou denken dat die het moeilijk vinden om aan de eisen van hun coaches en ouders te voldoen. Ja. Dus misschien dat het wel een soort van inzicht verschaft om daar een keertje met iemand anders naar te kijken.
Ja, nou, ik ben blij dat je zegt dat het nog niet problematisch is. Ik herken het wel heel erg. Het slaat natuurlijk wel door, hè? Ook in mijn werkende leven af en toe te diep, te lang te gaan inboeten op slaap. En in mijn sportieve leven weet ik het ook. En is bijvoorbeeld, gebruik ik het, draai ik het om door gewoon voor heel veel evenementen in te schrijven. Hè? Want zo'n dag dat het moet gebeuren en dat iedereen daar is, ja, dat motiveert mij veel meer dan, dat heb ik in de podcast ook al redelijk vaak genoemd, dan zo'n 2,5 jaar zonder, of dat is niet overdreven, 1,5 jaar zonder evenementen en ga zelf maar een beetje lopen in het bos. Dus ik ben me bewust van die karaktertrek. Fijn dat het uit de test komt. Vind ik een mooie afsluiter hier. Jawel, werken aan de winkel, Gerrit. Werken aan de winkel. Lieke, wij hebben altijd een vraag aan ons gast. Stel dat er nu heel veel reacties komen en nog vervolgvragen. Mogen we je dan in de toekomst eventueel bellen voor een vervolgaflevering? Ja hoor, waarom niet? Ik ben wel benieuwd wat mensen hier nog graag over zouden willen weten. Ja, nou, dan zal ik ze eens uitleggen hoe ze dat ons kunnen laten weten. Dat is namelijk op een aantal manieren. Op social media kan je ons vinden als de @slimmerpodcast op Twitter en Instagram. En daar maken wij van iedere aflevering een post. En op die post die kan je retweeten als je op Twitter zit of daar kan je op reageren op Instagram. We hebben ook een website, www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je ook van iedere aflevering een eigen pagina waar je ook onder kan reageren. En die link, ook van deze aflevering, kan je natuurlijk pakken en even door WhatsAppen naar jouw hele vereniging of club of trainingsmaatjes. Of misschien wel naar je manager met die tip over de cultuur. En als je nou zegt, nou, ik vind dit toch allemaal een beetje gevoelige onderwerpen om zo in het publiek te bespreken, dan kun je ons ook mailen, 1-op-1, via post@slimmerpodcast.nl. En ik zou natuurlijk het allerleukste vinden als je nu naar vriendvandeshow.nl gaat, /slimmerpodcast, vriend van de show wordt en dan je aansluit bij onze Slimmer Presteren podcast Strava Sportgroep. Ja. En daar gaan we een hoop positiviteit delen, zeker als mensen lekker rustig aan doen, toch? Ook jij, Remco. Ja, precies. Lieke, dankjewel voor je bijdrage vandaag. Dankjewel, Lieke. Graag gedaan. En tot volgende week, Jurgen. Tot volgende week.